Hallo bakstenen, welkom bij deze aflevering. Ik speel nu World of Warcraft en ik ben hier weer met Jan. Misschien kunnen jullie Jan, ik heb wel eerder een video met hem gemaakt toen we op een random server zaten. Maar we spelen nu dus World of Warcraft. We hebben onze eigen guild, heet Tides and Sands. Als je erin wil, dan moet je naar, hoe heet het ook weer? Welke world? Stormscale. Stormscale, en dan moet je meestal contact opnemen met kan eigenlijk iedereen. Eigenlijk maar, iedereen. Gewoon met jou, Gino. Ja, je kan ook in mensen in feite. Ja, mijn account zijn Wannabe Steen en Misbaksteen. En willen jullie even wat over World of Warcraft laten zien? Ik weet niet, misschien zijn er mensen die ook nog World of Warcraft spelen. En die misschien net zijn begonnen of zo. Nou, dan kunnen jullie ons joinen in onze guild. En hopelijk worden we sneller 25, want dat is het max level op guilds. Maar we zijn nu denk ik 4 dagen bezig of zo. En we zitten nu level 5 met de guild. Ja, als je dan op bij de Shift G of bij je level kan zien, weet je wel, dan kan je zien wat je dan krijgt. Ja. En nu hebben wij bijvoorbeeld elke 5% die wij looten van mobs of van. Nee, alleen van monsters hè. Ja, van als monsters. Je een monster killt en je krijgt bijvoorbeeld een kleren die 10 gold die 10 zilver waard is, dan krijg je er 5% van. Dus dan krijg je ongeveer 50 koper. Ja, dan bij de guildbank. Dan wordt automatisch op de guildbank gestort. Dus je maakt eigenlijk dubbele money. Ik kan niet bij het geld. Oh jawel, er zit 28 zilver nu op de bank. Het is niet superveel. We zijn gisteren level up gegaan. Maar hier zijn wat spullen die op de bank staan. Enchanted dingen. Die 28 zilver, dat is van onze dungeons die we toen gedaan hebben. En toen hebben we gewoon geld geloot. Ja, oké. Dit is wat we ervan gekregen hebben. We kunnen ook binnenkort wel een World of Warcraft stream doen. Proberen. Kunnen we dungeons gaan streamen? Ja, ik ben ook benieuwd hoeveel mensen eigenlijk WoW spelen. Ja, inderdaad. Daar ben ik ook wel benieuwd, hè. Mag die 8 slotbags gewoon afpakken? Ja, tuurlijk. Die heb ik in een hop gezet. Oh, jee. Ik heb alle enchants hier gezet. Dus als je er nog leuk vindt om eentje te krijgen. Ik ben de general, dus ik kan alles eraf pakken. Ja. En glyphs. Maar dat zijn een beetje poep glyphs. Kan je die andere bag ook voor me pakken? Of? Nee. Oh. Nou, oké. Thanks. En één koper, hè? En één koper. Dat had ik best wel erg nodig. En voor de rest, ja, de auction house is hier ook al op WoW echt leuk. Want je kan er heel veel geld mee verdienen. We gaan nu even dus naar de auction house. Pak even mijn mount. Gekke schildpad heb ik. Ik heb alle schildpadden gekocht. Level 20 zijn moet je om op zo'n beest te rijden. Turtles die heb je alleen met panda's. Je hebt per ras zeg maar heb je andere mount. Level 40 kan je sneller rijden op die mount. En level 60 kan je vliegen. Als het goed is. Maar daar ben ik nog lang niet. Ik ben denk 2-3 dagen bezig met Jan. Maar omdat hij mij heeft gereverd. Hebben we 300% met levelen. Dus als we dungeons doen en we krijgen een missie met 1000 XP, krijgen we bijvoorbeeld 3000 XP. En dat is dus wel leuk als je een friend revert. En ik krijg als goed nog een mount toe. Oh, en dan krijg ik nog een mount omdat hij mij hebt gereverd. Maar ik weet niet wanneer je die krijgt. Als jij een maand koopt. Of nou ja, eigenlijk 2 maanden, want je kan meestal geen 1 maand kopen. Oké, maar zoals jullie op de map kunnen zien. Dit is Orgrimmar. Dit is eigenlijk de hoofdstad van de Horde. De Horde is eigenlijk, je kan het best bekijken als de slechte kant. Want de andere zijn aliens en dat is eigenlijk de goede kant. Denken de meeste, ik weet niet precies hoe het zit, maar dat lijkt me het logisch. En bij de Pandaren is dus eigenlijk level 90. Dus ik weet niet hoe die stad precies heet. Heeft, volgens mij Valley of the... Kijken. Hier een Pandaren. Valley of the Eternal Blossom. Of
Even kijken. Dat is dat gedeelte is eigenlijk de stad. Oké. Maar daar kunnen we nu nog niet heen, denk ik. Later, Kom. later pas dan. Of... Kom 1v1. Noep. Oh, 1v1. We gaan 1v1. Oh, even mijn mount Kom. pakken. Ja, maar deze schildpadden zijn echt vet. Alleen Kijk, ik kan op level deze. 40. Ja? Op level 40 kan je een nieuw schildpad kopen. Yeah! Dan Het weer op gaat level op 60, dacht ik. 360. Oh, yeah! Moet je ook kijken hoe die dan loopt. Dan loop je echt tegenaan. Brr, 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 brr. Yeah. 360. Hier kan je bijvoorbeeld op vliegen later. Jan heb ook nog een schorpioen gekocht. Alleen die was fucking. Eerst een leeuw. Maar omdat dit nieuw is Dit hoorde geworden of is. zo. Omdat het Nee, dit hoorde is is. hoorde. Maar hij kostte zo'n beetje 1300 gold. Ik vind het zelf nu nog geldverspilling. Omdat ik zelf maar 150 gold heb. Maar dat maakt niet echt uit op zich later. Eerst even van mijn mount af. Oh, even vijf me van. Ben je bang, Gino? Ben je bang? Ja man, ik ben fucking bang. Kom, kom. Accept. Oh, verkeerde page. Maakt niet uit. Kom je toch. Boop, boop, boop. Kijk, Nee. wat ze plat zien. Nah, shield, dat is cheat. Kut, Gino. Wat een kutschild. Yeah, ga ik een mage. Hey. Nee, alweer zo'n schild, niet toch? Fuck jou, Jan. Ja, goed ja. Gek schild, Kutschild. jongen. Oké, nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie in onze guild willen, moet je even contact met ons opnemen. Je moet naar Stormskill komen. Ik laat hier nog even mijn gear zien. Ik heb eigenlijk intellect nodig. Maar ik heb hier een ring bijvoorbeeld met 7 agility, 7 stamina, 7 critical strike. Het is gewoon toevallig dat ik die heb, dat ik die aantrek. Maar ik heb eigenlijk intellect nodig omdat ik mage ben. En Jan loopt hier een beetje gek te doen. Ja, ik Ja. wil jullie dus bedanken voor het kijken. Ja, laat even een reactie achter. Klik natuurlijk even op abonneren als je het niet hebt gedaan. Moet ik binnenkort een World of Warcraft stream geven met Jan? En ja, En als doe ik jullie wel op vaker. Stormscale spelen, dan kunnen jullie natuurlijk ook in onze guild komen. Daar Ja. maken we ook geen probleem van. Nee, daar maak ik geen probleem van. Oké. Nou, dan spreek ik jullie later. Later. Later.